rolkoffers en rugzakken, rijk en arm, met z'n allen op de loop. Een eindeloze rij auto's voor de Oekraïense grens met Polen. Deze man geeft het op. Zijn gezin gaat lopend verder. Та шикарна ситуація, ви що не бачите? Пробка, ми з Полтави їдемо третю добу. Чай. Дорпелінги бідуть до флюхтелінги тей, кофі і бродчіс аан. Ми одна єдина Україна, ми мусимо допомагати людям. Ми розуміємо, що люди бояться. Люди втікають з тих територій, де зараз бомблять. Їдемо, втікаємо, бо діти маленькі, переживаємо за дітей. Onder de duizenden vluchtelingen ook niet-Oekraïners. Deze vrouw wil terug naar Tsjechië vanwege haar 8-jarige dochtertje. Now she's okay, she's happy, she's smiling. And when we were in Kiev, she was still crying. What was happening and what's going on and we will die and still nervous. And, yeah. Yeah, yeah. Wat doet Alexander 15 uit Almere hier aan de grens? We gingen dus familie bezoeken omdat mijn tante jarig was op 22/2/2022. Dat is een speciale datum, dus wou ze iedereen erbij hebben. En we wisten wel dat er Russen stonden voor de grens, maar we wisten nog niet dat ze zouden aanvallen nu al zo vroeg. Eigenlijk hebben we genoeg van onze nerven schon aangebrand. Dat is meer rechts schon. Also zum Beispiel gestern haben wir auch gute Menschen getroffen, jetzt auch gute Menschen, die uns Tee geben zum Beispiel. We even don't know where we are going. To Poland, 27 kilometers. 27? Oh my God. Wow, 17 kilometers.